mijn eigen thuis. Ik had al eens een keer eerder van, ja, is er een leven buiten Oasis? Ja. Vraag menig horeca-eigenaar of ondernemer. Ja, dat is moeilijk. Dat is er vaak niet. Natuurlijk is het er. Maar hè, ik zei al eerder van, je werkt toch 7 dagen in de week. Non-stop. Dus geen genade. Je kan nooit zeggen van, ik sla een keer over. Als er een probleem is, moet dat opgelost worden. Ik heb zelf een dochter. Die is nu 17 jaar al. Maar ik werd wel van in al die jaren dat ik graag meer tijd met haar had kunnen samenbrengen. Dat is een prijs die je betaalt. Good morning. How are you? Hey Sebas, je bent al begonnen. Hoe gaat het hier? Goed. Lukt het allemaal een beetje? Ja. Het houdt nog steeds. Het houdt nog steeds. Nou, wordt een mooi hoekje. Mijn naam is John Gillet. Al 13 jaar trots eigenaar van Oasis, de Ierse pub. Tijd voor koffie? Ja, doe maar een bakkie. Lekker. Toen mijn dochter 2 was, ben ik met mijn partner zijn we uit elkaar gegaan. En dat heeft natuurlijk bij mijn dochter vooral heel veel verdriet gegeven. En ze was toen nog maar 2, dus denk je nou, dat gaat ze nog niet merken. Maar rond haar 4e, 5e, 6e, 7e, 8e verjaardag leeftijd merkte ze gewoon dat de scheiding echt hard aankomt. Hey, goedemiddag, met John Oasis, Noordeinde, Den Haag. Hey, ik heb even een snel vraagje voor je. Ik moet even in de kassa iets terugzoeken. Toen ze 5 was, kon ik Oasis kopen. Ja, en dan duik je vol met je hele leven in je eigen zaak. Ja? En gaan. Ja, mijn dochter zag ik al weinig in die tijd. Ja? En soms was het om de week, om de 3 weken zag ik mijn dochter maar. En dan had je er een keer bij je. En dan was het weer, John, we hebben een probleem, we hebben een lekkage hier, hoe gaan we dit regelen? Telefoontjes non-stop. Dat zoog maar op en dat zoog eigenlijk mijn kostbare tijd eigenlijk altijd maar met mijn dochter op. En we hebben een geweldige band samen, we hebben zoveel lol samen, we hebben ook heel veel leuke dingen gedaan, ook vakanties. Maar dat gevoel overheerst eigenlijk continu dat ik zoveel kostbare tijd met mijn dochter ben kwijtgeraakt. Indico, ja, dat is hem. Die moet ik uitgeprint hebben. Ja. Herdrukken. Helder, dankjewel. Hoi. Maar dat heeft heel veel gekost. Heel veel verdriet gekost. Dat je toch s'avonds weer thuis komt. En dat je denkt van, ja, ik had graag nog wat tijd met mijn dochter willen hebben. Of langer tijd met mijn dochter. Had ze nog maar een dagje of 2 dagen langer kunnen blijven. Maar ja, ik moet weer hier ook weer aan de slag. Dan komen drukke dagen aan. Dat heeft heel veel wel pijn, ja, echt pijn bezorgd. En dat is de keerzijde ook van een bedrijf als dit, ja, in je bezit te hebben. Hè? Ondernemer zijn. Ik ben Sarah van Heteren en wij zijn nu in de pub van mijn vader, Oasis. Mijn ouders zijn al best wel lang gescheiden, ook zo lang ik me kan herinneren. En mijn vader woont dan in Den Haag en mijn moeder in Utrecht. En dan zeg maar, die afstand is al wel lastig. Maar als iemand dan ook nog een eigen bedrijf heeft en daar heel veel in werkt, dan... Ja, dan merk je gewoon dat je diegene nog minder ziet, ook al had ik dat misschien wel meer gewild, zeg maar. Het voelt wel alsof ik heel close ben met mijn vader. En alsof ik zeg maar echt, ik heb echt een hele goede band met hem. En als mensen ook vragen, ben je meer een moederskindje of een vaderskindje, zou ik eerder zeggen toch een vaderskindje. Alhoewel ik soms toch wel merk, omdat hij er dan minder was geweest, dat ik dan
niet het gevoel had dat hij zeg maar alles meekreeg van wat ik nou deed of dus dat soort dingen. Dat mijn moeder dan toch wel meer wist waar ik mee bezig was op het moment of wat ik moest doen of zo. Mocht ik dan toch echt iets willen veranderen aan hoe het vroeger is gegaan, dan had ik toch wel een co-ouderschap gewild waarin ik mijn vader gewoon wel meer zag. The 2019 Irish Club of the Year, overall winner. Last year it was Thomas. Two more. This year, the winner. Okay, season. Nou ja, met relaties in die 13 jaar occasies ben ik wel 5 relaties verder. Ja, gewoon uiteindelijk loopt het toch stuk op ja, tijd. Tijd voor elkaar, altijd bezig met andere dingen, randzaken. En dat, ja, vrienden die je graag vaker wilt zien of familie, ja. Echt letterlijk, ja, volgende maand maak ik tijd voor jullie. Volgende maand kom ik even in de auto naar mijn familie. Ja, ik heb familie in Lelystad wonen. Ik kom jullie snel een keer zien. En dan ben je ineens alweer 2 jaar verder. Maar weet je wanneer het ongeveer geweest is? Ja, het was 6-7 geleden. Is dit allemaal gedaan? Dat is dus een beetje te lang geleden, zeg maar. De verzekeraars die willen dat eens in de 3 jaar hebben. Oké. Ik heb boven bijvoorbeeld een waanzinnig mooie racefiets staan. Dat is mijn oude liefde. Fietsen. Met mijn pa. Door Frankrijk. Samen fietsen. Mooie racefiets. Die had ik 1 jaar of 4 geleden gekocht. Ik, nou, daar kan ik toch wel tijd voor vrijmaken. 'S Ochtends voordat ik naar de zaak ga, even 2 uurtjes fietsen. Dat moet toch wel kunnen. Er staat 100 kilometer op die fiets. En die fiets staat, in plaats van dat ik hem verkoop, staat hij als symbool op mijn kantoor. Op een dag kan ik gewoon 2 keer in de week gaan fietsen. Dat is wel netjes. Dat is een warmtemeter. Ja. Oké. Dat mag tot 40 graden, mag ik ze goedkeuren, dus dat is, dat is prima. In die periode stond ik hier op een zondagochtend. De schoonmaker had zich ziek gemeld. Dat stond ik even zelf, vind ik niet erg lekker, even de zaak te soppen. En toen merkte ik ineens van, hey, iets is niet goed. Het voelt niet goed. En toen ben ik op de fiets naar het ziekenhuis gegaan. En toen zei ze, u blijft lekker hier, want u heeft nu een lichte hartaanval. En ja, de cardioloog zei ook gewoon van, ja, het is uiteindelijk stress. Ja. Die moet dus binnen een maand gekeurd worden. Nou, dat die opgehangen wordt, dat ja. Is bij zich. Asbak en afvalhemmers, ja. Die heeft van onbrandbaar materiaal buiten de keuken. Inbraakbeveiliging, nou, de deur achter is niet voorzien SKG goedgekeurde sloten. Ja. Daar kun je gewoon een panieksluiting op zetten of eentje met zo'n draaiknop. Als ja. Je die erin fabriceert, dan ben je al een heel eind. Op een dag kwam hier mijn overbuurvrouw binnenlopen. Een mooie, waanzinnige Mexicaanse dame. En ja, het was gelijk vlam in de pan. En wauw. Ik riep altijd als hardste, al mijn vrienden lachten me uit, ik ga nooit trouwen. Maar voor haar ben ik op de knieën gegaan. En denk maar ook daar, om hè, dat verhaal van maak het weer in orde, maak je leven weer in orde. Ik zeg, nou, dat is het. Jij bent mijn vrouw, ik wil met jou trouwen, ik ben met jou verder. En door die grote stap te nemen, was voor mij ook zoiets van, ja oké, dan moet je ook echt verder met je leven. Dus maak prioriteit.
ik ben non-stop met mezelf bezig om te verbeteren de tijd tussen privé en zakelijk. En daar dankzij de laatste, dankzij corona, de verbouwing, dat de zaak beter voor staat dan ooit tevoren. Alle apparatuur op orde, een beter team dan ooit tevoren. Die voorwaarden zijn er nu om die volgende stap te kunnen zetten. Waar ik 13 jaar al tegenaan loop. Van hoe kan ik beter privé mijn leven indelen? Kan ik een keer eindelijk op die racefiets stappen en wegfietsen? Zonder dat iemand mij opbelt of voor de deur staat. Ik durf te zeggen dat dat moment er wel is. Dat is er nu. Ik ben gewoon om 7 uur thuis. Ja, dat is onbetaalbaar. En ik durf en hoop te zeggen dat echt wel steeds beter gaat worden. Ja, 13 jaar O'Casey is natuurlijk wel echt een hele, hele lange, zware reis geweest. Heel veel ups, heel veel downs. Zoekend naar mezelf. Zoekend naar mijn modus in leven. Hoe kan het beter? Alle valkuilen, ingevallen waar ik in kon vallen. Maar als ik gewoon nu kijk hoe het er nu voor staat. Maar hoe de zaak nu is, hoe mijn leven nu is. Hoe ik eindelijk nu meer tijd kan krijgen voor mijn familie. Nou, vind ik echt dat ik op een punt sta dat ik echt ook op mijn 50ste verjaardag dit jaar. Dat ik echt kan zeggen tegen mezelf, ja, het is goed zo. Het is goed zo.